Assalamu alaikum. Hallo allemaal. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe dat je vispastela maakt. Rijkgevulde mini vispastela. Met dit recept maak je 15 kleine vispastela of 1 grote vispastela. Ik heb nu opgeschreven hoe dat je er voor 1 maakt of voor 15 stuks. Maar ik heb wel het dubbele gedaan, want ik wou er meerdere. Zoals jullie zien gebruik ik rode paprika, groene paprika, garnalen, scampi's. Ik heb nu een extra kommetje gedaan omdat ik meer heb gedaan. Surimi, vis, kabeljauw, visfilet, maakt niet uit. Een teentje knoflook, een visbouillon, een half geperste citroen en een bosje koriander. Ik doe een lepel paprikakruiden, een lepel kurkuma, een lepel komijn, een lepeltje zout, een halve lepel saffraan. Niet iedereen doet dat, maar ik hou toch van een beetje kleur. En een lepel zwarte peper. Ik heb mijn pan genomen. Daar heb ik mijn paprika, mijn ajuin in gedaan en met een beetje olijfolie. Die laat je dan even bakken. Totdat ze zacht zijn en dan doe je er een deksel op. Daarna voeg je al je kruiden in één keer erbij. Die ga je dan goed mengen. Dan doe je je deksel er weer al op en laat je die voor een dik 10 minuten of een kwartiertje goed bakken, totdat je voelt dat de paprika's zacht zijn. Je voegt ook je visbouillon erbij, samen met je kruiden. En die mocht je dan laten staan. Ik had een veel te kleine pan. Die was al gevuld met alleen al maar paprika en ajuin en de kruiden en nog een teentje knoflook. Dus heb ik een grotere pan erbij gepakt. Heb ik er weer een scheutje olijfolie bij gedaan. En nu voeg ik al mijn groentjes in de grotere pan. Zodat ik ze biedt al mijn vis erbij kan gooien. Vanaf dat de vis erbij is, moet die nog maar 5 minuten op het vuur met de deksel erop en dan mocht je het van het vuur halen. Nu voeg ik al mijn vis erbij, behalve de surimi. Die laat ik tot op het einde. Nu voeg ik ook mijn bosje koriander erbij en pers ik ook een halve citroen erin. Die laat ik dus even koken. Samen met de garnalen en de scampi's. 5 minuten met deksel. En de laatste minuut voeg ik ook mijn surimi sticks erbij. Nu dat de surimi sticks erin zitten, mag het vuurtje uit en kun je alles goed mengen. Terwijl heb ik water gekookt en heb ik mijn mihoon, dus de heel dunne spaghetti sliertjes van rijst, dompel ik 5 minuten in kokend water. Die spoelt je daarna uit met koud water en die mocht je daarna in stukjes knippen. Terwijl is uw mix, uw vismix aan druppelen, want er mag geen water in zitten. Daarna mengt je de mihoon met uw vis en zet je die terug in een vergiet, zodat zeker al het water eruit is. Nu pak je je rol bladerdeeg. Die rolt je helemaal uit. Dat zijn in totaal 15 stuks en die verdeelt je in 3 gelijke delen. De 3 stukken moeten even groot zijn en jij gebruikt voor elke mini vispastela 3 stukjes. Dus dat komt overeen met 1 vel. Dus je krijgt er in totaal 15 stukjes uit of 1 grote.
Ik heb boter gesmolten. Ongeveer 100 gram boter. En daar heb ik een scheutje olijfolie bij gedaan. Dan neem je twee stukken bladerdeeg en zet je die op elkaar als een kruis. Die besmeert je volledig met de mengsel van je boter en olie. Uw andere bladerdeeg heb ik gewikkeld in een doek, zodat die niet uitdroogt. Daarna neemt je twee volle lepels of 2,5 volle lepels van uw vismengsel. En daarna kunt jij zien op de video hoe dat ik een mooie cirkel maak. Je plooit alle vierkanten naar binnen. En dan neemt jij dus het derde velletje, die ga je nat maken en die ga je er weer over plooien. En dan heb je een hele mooie vispastille. Zoals jullie zien is het in doek gewikkeld, omdat anders het bladerdeeg heel snel uitdroogt. Dus je moet die telkens weer afdekken. Dat is uw derde veldje. Dus dat betekent dat je in totaal één veldje per vispastilla gebruikt. Ik maak die helemaal nat, zodat die niet gaat uitdrogen. Ik leg mijn vispastilla in het midden. En dan plooi ik beide kanten naar mijn vispastilla toe. En dan moet jij met je handen gewoon de ritme vinden en een mooie vispastilla maken. En dan op een bladerdeeg, op een bakpapier. Op een bakpapier leggen. Ik was het even kwijt. Amai. En dan heb je een hele mooie vispastilla. Die mogen dan voor een kwartiertje op 200 graden, totdat ze mooi goudbruin zien. Die zijn heel lekker met zoetzuur saus, met lumpia saus. Ze zijn heel krokant van buiten en van binnen zijn ze rijk gevuld. Als ik kon, zou ik ook de geur meedelen, want ze ruiken overheerlijk. Ideaal als mensen op bezoek komen. Voor de rest, als jullie nog vragen hebben, mogen jullie ze zeker stellen. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was. En ik hoop ook dat jullie een beetje hebben genoten van mijn video. Jullie mogen me altijd abonneren en jullie mogen me zeker delen. Alvast, barakallahu fikum, beslema.